In deze film maken we een auto wit. Ik heb het in eerdere films al wel eens gehad over het veranderen van kleuren. En als je dat niet meer kunt herinneren, dan kun je hierboven nog even op het linkje klikken en het terugkijken. Alleen dat gaat over het veranderen van kleuren. En een kleur omzetten naar wit is toch eigenlijk gewoon wel iets anders. Om het even heel simpel te zeggen: als ik bijvoorbeeld naar de kleurtoon- en verzadigingsaanpassingslaag ga en ik trek aan de kleurtoon, dan zie je dat ik gewoon een andere kleur krijg. Dan zou je kunnen zeggen, in theorie, van hé, hey, als we de verzadigingen nu uittrekken, dan krijg ik een witte. Nee, dus. Ik heb in dit geval een grijze auto. Je zou hem lichter kunnen maken, maar daar wordt hij op zich vrij flats van. En dat is ook weer niet de bedoeling. Een witte auto maken. Uh, op zich, ja, je gaat wel met kleurtoon en verzadiging aan de slag, maar je gaat er nog een paar stappen meer bij doen. En laten we ze gewoon even op ons gemak doornemen. Om te beginnen ga ik wel met kleurtoon en verzadiging aan de slag. Dus ik pak een aanpassingslaag, want dat betekent dat ik altijd terug kan. En zoals je net hebt gezien, als ik hier gewoon de verzadiging uittrek en de lichtheid omhoog zet, dan wordt het niet vrij. Dan wordt mijn auto wordt daar niet witter van. Nee, ik wil eigenlijk gewoon in de blauwe tinten werken. En zou ik bijvoorbeeld blauwe tinten selecteren en ik trek dan aan de verzadiging en de lichtheid omhoog. Ja, dan zie je dat er nog wel een hoop blauw is. Dus ik selecteer gewoon met het pipetje wat blauwer bij. En je ziet dat mijn auto al een heel stuk witter is. Is dit uh, de manier? Nee, op zich niet. Dus ik reset dat even. Ik ga gewoon zelf de kleur kiezen. En dat doe ik hier met het handje. En dan krijg ik een pipetje en ik selecteer. En je ziet dat ik een bepaald gebied van blauw heb gehad. Ik spring ook meteen naar de cyaantinten en niet naar de blauwtinten. En als ik nu de verzadiging eruit trek en de lichtheid wat omhoog zet. Dan zie je dat er wel het een en het ander gebeurt. Maar het is allemaal nog niet gewoon compleet genoeg. Ik heb niet alle cyaan en blauw tinten in mijn bereik zitten. En ik ga dat gewoon met het pipetje met de plus een beetje aanpassen. Af en toe ook goed inzoomen op de schaduw. Want je ziet het, daar zit ook nog gewoon een beetje heel donkerblauw in. En zo ga je gewoon even heel snel je auto langs. Nou, qua kleur klopt dit wel. Je ziet alleen één ander probleem. Heel mijn foto is nou eigenlijk gewoon bijna zwart. Dit. Behalve het achterlicht en de koplamp, daar zit er juist helemaal geen blauwtint in. Maar als je kijkt naar de achtergrond, daar heb ik ook gewoon blauwe bogen over. Uh, ja, weet ik veel over dat gebouw heen lopen. En ook in de voorgrond zit eigenlijk gewoon een beetje blauwtint. Nou, en dat moet ik dus gewoon netjes gaan selecteren. Ik gooi dit masker dus even weg. En ik moet een selectie gaan maken van de auto. Nu gaat deze video over het uitleggen hoe je de auto wit kan krijgen. Ik ga dus geen uitgebreide selectie maken over hoe je een auto selecteert. Maar je zou dat bijvoorbeeld met de snelle selectie kunnen doen. En zo gewoon over de auto heen gaan. Nou, ik had van tevoren al een selectie gemaakt, verschillende selecties zelfs. Dus ik ga gewoon een selectie laden. In dit geval alleen de lak. Nu heb ik dus alleen de lak geselecteerd en pas ik nu het masker toe. Dan zie je dat mijn omgeving gewoon weer de blauwe tinten krijgt. En mijn auto een stuk lichter is. In ieder geval: al het blauw is eruit. Is hij wit? Nee, nog niet. Hij is eigenlijk gewoon een beetje ja, beige, crème kleurig. Dat is het nou ook weer niet. Maar hij is gewoon niet puur wit. En hoe ga ik dat doen? Ik ga hem gewoon ietsjes lichter maken. En dat doe ik wederom met een aanpassingslagen en een curve. In dit geval. En ik trek gewoon de middentonen een klein beetje op. Net zolang totdat ik het dak en de motorkap, het lichtste gedeelte in de auto. Eigenlijk wit genoeg vind. Waarom trek ik hem niet verder op voor de hele auto? Ja, je ziet het al, zo is de deur misschien wel wit genoeg, maar de motorkap en het dak, daar blijft helemaal niks van over. Dus ik ga gewoon voor de motorkap in dit geval. Je ziet dat er nog een klein beetje strepen en details op de motorkap zichtbaar zijn en dat is prima. Alleen als ik nu deze aanpassingslaag uitzet, wederom heeft het effect op heel mijn foto. En ik heb het liever alleen op de lak van de auto. En dat is gewoon heel eenvoudig. Ik zou het laagmasker kunnen kopiëren. Natuurlijk kan dat, maar ik kan deze curve laag ook koppelen aan mijn kleurtoon en verzadigingslaag. En dat doe je hier met dit vierkantje. Je maakt eigenlijk als het ware een uitknipmasker. En let goed op wat er dan bij mijn aanpassingslaag gebeurt. Er komt een klein pijltje naar beneden te staan en dat betekent dat hij gekoppeld is aan kleurtoon en verzadiging. Als ik hem uitzet, dan zie je dat de auto wat donkerder wordt, maar in de achtergrond heeft het geen effect. Het heeft alleen maar effect op de kleurtoon- en verzadigingslaag. En die is beschermd met een masker. De motorkap en het dak, dat is nou goed. Ik zie alleen dat er één heel klein foutje in zit. In mijn laagmasker. Het logo voorop is gewoon niet meegeselecteerd. Helemaal geen probleem. Omdat het een aanpassingslaag is, kan ik dat gewoon altijd nog aanpassen. En ik pak daarvoor een uh, mooie zachte borstel. Met wel een klein beetje een harde rand. En ik selecteer gewoon even dit logootje. Het dus hoort er natuurlijk bij. Wat was ik? Um, even denken. Ja, de motorkap hebben we gehad. Maar de zijkant van de auto is nog niet wit genoeg. Ik ga gewoon een nieuwe curve maken. En die trek ik weer omhoog. Net zolang totdat ik denk: van, hé, hey, de zijkant is wel goed. Alleen je ziet wat er gebeurt. Heel de foto wordt te licht. Geen probleem. Ook daar maak ik een uitknipwasker voor. En dan. Wordt die wederom toegepast op mijn kleurtoon en verzadiging? Alleen is nu de motorkap en de bovenkant eigenlijk wel te licht. Geen probleem. Als je op het masker klikt en je pakt een borstel die zwart is en die groter is, natuurlijk, kun je gewoon over de bovenkant van de auto schilderen. En dan wordt jouw curve daar niet meer toegepast. Je pakt een zachte borstel natuurlijk voor de overgangen en een grote maakt het eigenlijk gewoon allemaal nog net iets mooier. En je ziet, het heeft alleen effect op de onderkant. Wel een klein beetje te veel. De balans is een beetje weg. Dus ik draai dat nog gewoon een klein beetje terug. En vervolgens zie ik nog een paar gebieden die eigenlijk gewoon te donker zijn. Wederom maak ik een curve. Ik leg het wat lichter. Ik maak een uitknipmasker. En in dit geval maak ik mijn masker gewoon helemaal zwart. Door het masker te selecteren en op Ctrl-I te drukken. En wederom ga ik met een borstel aan de slag. Eentje die wel wat beter past. En ik ga gewoon met wit. Over die gebieden heen kleuren. En zo eenvoudig maak je een witte auto. Um, zijn we klaar? Nee, nog niet helemaal. Want je ziet bijvoorbeeld op het lijstwerk en op de ruiten, zie je eigenlijk nog gewoon een blauwe tint er doorheen komen. Daar wil ik eigenlijk ook vanaf. En dat kan ik ook gewoon heel eenvoudig doen met een aanpassingslaag op kleurtoon en verzadiging. En dan moet je de ruit selecteren. Dat had ik toevallig ook al gedaan. Dus ik ga die selectie laden. En dat is in dit geval het lijstwerk. En ik druk op oké. OK. Ik gooi wederom het masker even weg. En ik maak er een nieuwe bij aan. En hup, je ziet op het masker, als ik de Alt ingedrukt hou en ik druk op het masker, dat echt gewoon alleen mijn lijstwerk in het masker zit. En als ik nu iets ga doen, dan heeft dat dus ook alleen daar invloed op. En ik trek er gewoon een heel klein beetje de verzadiging uit. Ik zet het niet naar zwart-wit, dat kan natuurlijk ook, maar dat vind ik onnatuurlijk ogen. Ik wil nog een klein beetje kleur erin houden. En natuurlijk heb ik ook al eerder een, een filmpje gemaakt over het tinten van autoruiten. Dat kun je hierboven ook terugzien, mocht je de tint gewoon nog aan willen passen. En ik vind ook de kleur van de koplampen mag wel een klein beetje anders. Dus wederom kleurtoon en verzadiging. En nou is het aan jou om uh, deze koplamp te selecteren. Natuurlijk had ik dat al gedaan. Ik ben zo lui, echt. Die viel onder al het glaswerk. Alleen daar had ik toevallig ook het gewone glas bij geselecteerd. Met de Lasso-tool en de min ingedrukt te houden, kan ik die selectie gewoon weer weghalen. En vervolgens is het weer het masker weggooien en een nieuwe maken. En je ziet, ik heb in mijn masker alleen de koplampen. En ik kan vervolgens in het filter daar ook een klein beetje aan de slag. Haal ik er nou de verzadiging helemaal uit, ben ik natuurlijk ook het oranje kwijt. Dus ik ga in dit geval gewoon waarschijnlijk de blauwe zwemmer uithalen. En dit werkt. En ik maak hem ook een klein beetje donkerder. En op deze manier ga ik dus gewoon van een uh, blauwe auto. Ik zal, ik zal al deze aanpassingslagen even bij elkaar groeperen door ze te selecteren en op Ctrl G te drukken. Ik ga dus gewoon van deze blauwe auto naar gewoon een witte auto. En zo eenvoudig is het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!